Mijn naam is Jules. Dit is de Blackjack tafel en ik werk als croupier bij Holland Casino. Naar mijn idee zijn de spelende gasten zijn vooral veel mannen. Je ziet het al in films. De mannen spelen, de vrouwen staan erachter als een soort van lucky charm. En ze verwachten het vaak niet dat je dan als vrouwelijke croupier misschien ook wel een ja, grote mond wil ik niet zeggen, maar toch ook wel gewoon je mannetje staat. 6, 11, 18. Ook steeds meer dames die gewoon gaan spelen. En zeker als ik aan tafel sta, dan is het voor, heb ik het idee dat het voor vrouwelijke gasten soms ook toegankelijker is om bij mij te gaan spelen. Ik ben begonnen als studentcroupier, dus alleen in de weekenden. Blackjack deed ik alleen maar. En toen ben ik eigenlijk uitgegroeid naar steeds vaker, steeds meer gaan werken, meer spellen erbij. En langzaamaan ben ik nu gewoon fulltime croupier. Nou, blackjack van 20 voor 30 dan, 20, 25 en 30. En sommige tafels, dan sta ik aan tafel, dan heb je alleen maar mannen aan tafel. Ja, dat is een hele andere praat. Maar dan letten ze soms ook wel op van, oh, er zit een vrouw bij, we moeten opletten wat we zeggen. Maar ik ben het gewend en ik kan wel wat hebben, dus dan, ja, het is ook leuk om daarin mee te gaan, een grapje mee te maken. En, zeker als dan sommige mannen die hebben dan de vrouw thuis gelaten en dan zitten ze hier met de groep. Ja, dan gaat er nogal wel alcohol erin, maar dat maakt het ook wel heel gezellig. Vind ik, vind het ook wel leuk juist.